Ja, maar ja, goed. Taart moet je opeten, hè? Zo simpel is het, hè? De methodes moeten we leren kennen, hè, waar jullie mee werken. Ik ben er niet trots op. Wij hebben jarenlang volgehouden dat er bij ons geen onbevoegde mensen voor de klas mogen. Maar het is het afgelopen jaar meer dan eens voorgekomen dat we onderwijsassistenten, die formeel niet bevoegd zijn om alleen voor de klas te staan, dat we die toch voor de klas zetten. Maar ja, dat is dan eigenlijk nog het minst extreem. Het is helaas ook al voorgekomen dat we kinderen dagdelen of soms dagen naar huis gestuurd hebben, omdat er gewoon niemand is die voor die klas kan. Ik kijk daarvan op. Ik begreep dat er meer dan 300 leerkrachten hier in Brabant werkloos thuis zitten. En in West-Brabant zijn het er ook nog meer dan 80. Dat is vreemd. Het probleem is alleen dat wij die mensen niet kennen. Als wij oproepen plaatsen voor reguliere vacatures, dan zijn we afhankelijk van de mensen die reageren. Voor invallers zijn wij afhankelijk van de mensen die zich ingeschreven hebben om in te vallen. Dus ik ken die mensen niet, dus ik kan ook geen beroep op ze doen. Volgens mij zou daar ook nog wel iets aan te doen moeten zijn. Dat werkgevers zich bewuster zijn van die aantallen. En dat misschien ook mijn persoontje af en toe het kan vragen aan een werkgever. God, hè, lerarentekort, af en toe een onbevoegd iemand voor de klas. Heb je al eens nagedacht over het potentieel aan uitkeringsgerechtigden op dit moment? Of je daar niet mensen kunt enthousiast maken om voor de klas te gaan? Het gaat wel om geschiktheid. Vaak is het toch een reden waarom mensen daar in beland zijn. Maar dat neemt niet weg dat als er mensen zijn die een WW-uitkering genieten en die nog steeds de passie hebben voor de klas te staan en daar ook geschikt voor zijn, ja, laat ze zijn van harte welkom, laat ze hun vinger opsteken. We nodigen ze graag uit, zoals we alle mensen die ons benaderen uitnodigen, om te kijken of zij een rol kunnen vervullen. Ik geloof onmiddellijk dat er mensen in de WW zijn die denken van nou, ik hoef niet per se meer voor de klas. Maar ik kan me niet voorstellen dat al die mensen niet meer voor de klas zouden willen of niet meer geschikt zouden zijn om voor de klas te gaan. Dus het gaat ongetwijfeld, de mensen die dat zeggen wat u nou net vertelt, die zullen ongetwijfeld een beetje gelijk hebben, maar dat gaat volgens mij niet om honderden mensen hier in Brabant. Volgens mij moeten we elkaar gewoon weten te vinden.